Op deze afstand zien we straks in de vierde rit dus wel Johan Olaf Kos. Dat wordt zijn eerste ritje in het weekeinde Davos. Zijn coach Christiansen vond dat Kos hier te kort was na de vermoeienissen van het afgelopen weekeinde om tot een goede prestatie te komen. Zonder risico van conditieverlies. ...1800 meter... met Johansen aan de leiding. 2:32.96. En 33.4. Johansen die tot zijn schrik en verbazing vorige week werd gepasseerd door Kjell Stoereli. Dat zinde hem niet erg. Maar om dat te zeggen dat hij hier een revanche race aan het rijden is, dat niet. 33-2. En dit meetpunt, zo vlak voor de helft van de race, maakt duidelijk dat hij al 4 seconden achter ligt op Ritsma. En het worden er hier nog meer. Boven de doorkomst van Ritsma, 3:39.53. Voor Stoereli. En dan blijkt dat het renpaard Ritsma zich absoluut niet ingehouden heeft. Voor de 1500 meter zei hij nog van nou, ik ga niet tot het uiterste, ik rij hier op 80%. Ik moet gewoon lekker lopen en ik moet een beetje lekker schaatsen. Schaatsers praten altijd over het gevoel. Als ze dat maar hebben, dan ben ik al tevreden. Wel nu, deze 4:12.90 en weer een ronde 33.3 voor Johansen geeft aan dat hij al 6 seconden ligt achter de doorkomst van Ritsma. Stenna Johansen, 21 jaar, geboren in Tunsberg, woont in Holmestrand. En op deze afstand, de 5000 meter, tweede op de nationale afstandskampioenschappen, een aantal weken geleden in Noorwegen. 4:47.26, inmiddels al 34.3, waar Ritsma in deze ronde nog een 32er produceerde. Het kan hier erg gezellig zijn in Davos, 's avonds. En het lijkt erop dat Johansen van die mogelijkheden gebruik heeft gemaakt. 35 rondetijd. Redt hij zomaar weer 2,5 seconden weg aan Ritsma. Inmiddels ligt hij bijna 11 seconden achter diens schema. Nu op weg naar de 4200 meter. Dietrich. Doet er ook niet echt veel aan. 35-14. Is de rondetijd voor Johansen. Nu 13 seconden achter Ritsma. Ritsma die begon in een 32 blank. Eén keer een 32-8 had op 3 kilometer. En alleen een rondetijd in de 33 had in de slotronde. Onze Noorse vriend is al in de 33 begonnen op de kilometer. 4:35.18, 6:32.67. En Dietrich die het voortouw heeft genomen.
Dat kon je ook aan de rondetijd zien, wie van de Duitsers sneller was. Dietrich zal voorblijven als hij uit deze buitenbocht komt. En hij gaat de rit winnen. En verslaat daarmee Steinar Johansen. 7.06.38 voor Frank Dietrich. 7.07.74 voor Johansen. Tijden respectievelijk 16 en 17 seconden langzamer dan Rintje Ritsma. En desondanks zijn beide heren helemaal kapot. Het ging dus al heel erg langzaam. Het kan nog langzamer. We wijzen deze beelden. Dan maken we ons op voor de rentrée op het internationale front van Bart Veldkamp. Terwijl u even keek naar zijn tegenstander, Kjell Stoereli. De Nederlandse recordhouder op deze afstand met 6.39.40. De Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Die we niet meer hebben gezien sinds de nationale afstandskampioenschappen. Waar hij door Itz Posma uit de ploeg voor het EK werd gereden. 1946. Bart is wat van plan. Geeft de opening aan. Snelste opening tot nu toe. Voor de man die vierde staat in de stand van de World Cup op 5000 meter. Ritsma, ex Eco met Kos bovenaan. ...600 meter voor Veldkamp. 51-26. En dan rondje 31-7. Is hij nog steeds 14e sneller dan Ritsma. En dan die Stoereli heeft hij een goede tegenstander. Als hij dezelfde vorm demonstreert tenminste als vorige week. Stoereli staat derde in de stand om de World Cup. Veldkamp, 1.23.47, 32.2. En in die eerste ronde is het aftasten, het zoeken, zoals u van Bart zelf al hoorde, naar dat beroemde en zo nu dan, als het niet goed gaat, beruchte gevoel. Komt het hupje weer terug? Het Haagse hupje. 1400 meter. 1.56.06. 32.5 voor Veldkamp. Nog steeds 3/10 sneller dan Ritsma. En Stoereli blijft in de buurt. Alhoewel, Veldkamp gaat nu met twee binnenbochten afstand nemen. De tijd die stilstaat is de doorkomst van Ritsma. En Veldkamp nu voor het eerst door die 33er daarboven. Het krassen, het knerpen van die ijzers. Op dat natuurijs, wat we in de hallen al bijna niet meer horen. Dat kun je hier nog wel mooi horen. Links de Nederlandse fysiotherapeut die toekijkt op de doorkomst van 2200 meter. 3.02.38 en 23.26. Ja, en het kan toch haast niet dat de omstandigheden in 10 minuten ineens verslechteren. Het sneeuwt niet. Het zal ook niet eens ineens 4 graden, 5 graden warmer worden.
En dan kunnen we niet alles anders dan constateren dat Ritsma een formidabele 5 kilometer heeft gereden onder deze omstandigheden. Want hier, een kwartiertje later, zit Veldkamp in de 34 ineens. 3:37:13. En zit hij in verloop van 2 ronden ineens 3,5 seconden boven het schema. En daar komt Stoerelie. En het lijkt wel of Bart ineens stilvalt. Dat gaan we aan zijn rondetijden ook zien. Stoerelie die nu doorkomt als eerste op 3 kilometer. Kijk maar naar die rondetijd van Veldkamp, 34,8. Stoerelie in de ronde 1 seconde 14e sneller. Ja, en 34,8, dat betekent dat je op Ritsma zomaar weer 1/16 inlevert in de ronde. ...3400 meter. Achterstand van Stoerli nu op het schema van Ritsma 5 seconden ruim. En dan is het jammer maar helaas. Maar dan moeten we voor de mannen Den Haag constateren dat de vorm er nog lang niet is. En zoveel tijd heeft hij eigenlijk niet meer om dat gevoel terug te krijgen. 5:18:40. Ook een 34er nu voor Stoerli. En Veldkamp inmiddels in de 35 beland. Stoerli 7 seconden langzamer dan Ritsma. Wel ietsje sneller dan Johansen. Die in de rit tegen Dietrich toen nog voorlag. Ja, en wat zal dat voor Veldkamp betekenen? Want je krijgt een behoorlijke mentale opdoffer. Als je denkt van, nou ja, dan maar niet naar het EK. Dan maar een beetje voor mezelf trainen. Om weer de zaken op orde te krijgen. En vervolgens, na 2 weken solo training, kom je op dit soort tijden uit. Stoerli op weg naar de bel. ...6:27:32, 34,6. Veldkamp 35,8. Het is een vreselijke nederlaag die de Olympisch kampioen op 10 kilometer hier gaat leiden. Hij leek een maand geleden de aansluiting te hebben verloren met de Nederlandse top. Hier moeten we niet anders constateren dat hij de aansluiting met de internationale top ook helemaal kwijt is. 7:01:76. En Veldkamp 7:09:60. Die 7:01 is de tweede tijd tot nu toe. Maar één man torent huizenhoog boven iedereen uit. De Europees kampioen Rintje Ritsma. Die 11 seconden is, sneller is dan deze nummer 2. Kjell Stoerli. De bedoeling was lekker te rijden. Dat lukte in de eerste ronde. Ja. Og den Johan skal gå mot Yevgenij Sanarov. Og det som altså målet for Johan Kaas nå Rintje Ritsmas 6:50:31. Ritsma gikk et meget sterkt løp, åpnet med 32 blank runde, og den siste runden som var den svakeste var ikke mer enn på 32,9, så dette her var meget jevnt. Ja, det var meget jevnt og sterkt som du sier, Ove, og han viste en veldig stabilitet og gikk meget bra på skøyter også. Steinar Johansen
gikk i par mot Frank Dietrich og tapte på siste runden. Dietrich fikk 7-0-6-38. Bart Feldkamp gikk i par mot Kjell Storli, og det var Feldkamp som ledet lenge, men så sprakk også han totalt. Og det enda verre enn det Steinar Johansen gjorde. Så det klart at det ikke bare å gå i Davos, som ligger altså 1600 meter over havet. Nei, da det har vært bare en 5-6 dager oppe i høyden, så det klart at det får en del individuelle forskjeller, og det veldig tøft å gå 5000 der oppe på det tidspunktet. Vi ser 51-65. Det passering 600 meter for Rintje Ritsma. Det klarer ikke Johan. 52-4. 32-5 i rundetid, og det en fornuftig åpning av Johan. Ja, det 0,8 sekunder etter Rintje Ritsma. Sanarov skulle ikke være noen målestokk for Johan. Sanarov har bare en tiendeplass fra verdenscupen på Hamar og gikk på 6,50 da Johan satte verdensrekorden på 6,35,53. Litt større avstand mellom de to nå. 1,25,6 og 33,2. Ja, han var altså over 33 allerede. Og det var aldri Rintje Ritsma i sitt løp. 1,7 Johan etter nå. Ja, Johan har vært sliten i det siste og sto jo over 1500 meteren. Og han nok veldig spent på denne 5000, og han tar nok litt pent i starten, så får vi se om han klarer å kjøre på litt mer etter hvert. Det må han jo. Ja, han sa etter EM at han var veldig sliten, og derfor valgte å stå over 1500 meteren i Davos på fredag. 1.58,7. Og måtte nok en gang over 33, og 33 blank. Ja, da han 3,1 etter Rintje Ritsma. Jeg synes også Johan har problemer med å stå på ytterskjær og få hvilt. Det blir til at han faller litt imellom. Litt av de samme tendensene som han hadde på 5000 under EM oppe i Vikingskipet for en uke siden. Ja, Johan Koss, nå jeg veldig spent på hva du viser nå. Over 33 nå også, 2.31,8. Ja, 33,1. Ja, da jeg redd for at løpet i forhold til Rintje Ritsma kjørt. Han kikker bort på Hans Trygve Kristiansen. Ser litt betenkt ut. 3,5 sekunder etter Rintje Ritsma nå. Han har vært litt opp og ned denne sesongen, Johan. Var fantastisk i begynnelsen av september med sin verdensrekord. Gikk en god 10.000 meter under EM, men 5.000 meter da, den satt ikke som den skulle. 3.04,9. 33,1 igjen, og jeg synes Johan sliter litt grann. Han klarer ikke å gå rytmisk og fint på skjøyter som vi vet han kan på det beste. Han klarer ikke å hvile mellom hvert skjær som han avhengig av for at dette skal flyte. Ja, det tyder vel på at Johan får vel store problemer med Rintje Ritsma, som var altså nest best i fjor etter Koss og Sandstra. Akkurat som Vladimir Smirnov var bak Bjørn Dæhlie. 3.38,3 på Koss nå. Ja, 33,4. Og nå må han ta seg sammen. Dette her, nå må han kjøre rundetiden sin ned igjen. 4,5 sekunder bak Ritsma, da tror jeg det løpet kjørt. Ser ikke betryggende ut dette her, Johan. Har vel ikke helt funnet tilbake til teknikken og følelsen etter at han satte verdensrekorden på 5000 meter i Vikingskipet. 4.11,9. Og fortsetter å gå opp i rundetid. Han har nå 33,6. Ja, vi kan sammenligne Johan med Kjell Storeli som kom inn på 7.01,76. Han ligger faktisk etter Kjell også, 1,2 sekunder etter. Så også at han begynner å bli litt sein i skyva nå, så det helt tydelig at dette her langt ifra Johan på sitt beste. Ser Ritsmas passeringstid der, 4.39,1. Langt etter 4.46,3. 34,3 i rundetid. Det er ikke bra, Johan. Dette her må du ta deg sammen.
to sekunder etter Kjell Storeli også. Det blir en tid godt oppe på 7-tallet for Johan. Han bommet også på den inngangen til yttresvingen der. Så det tydelig at Johan har problemer med å fullføre denne 5000 meteren her i sånn noenlunde stil. Nå jeg redd han litt skuffet over seg selv. 5.21.1. 34.80 i runde 10. Ser sliten ut. Gisper litt etter lufta nå. 2,7 etter Kjell Storeli. Og dermed så han i ferd med også å tape for Kjell. Og da det vel Kjell Storeli som kommer til å gjøre det beste av nordmenn på denne 5000 meteren i Davos. Ja, og da du får en sånn smell som Johan har fått her, så går sekundene fort, og det blir oksygenmangel, og sekundene raser på, så differansene blir jo normalt høyere enn hva de pleier å være i lavlandet. 5.56.2 og 35 blank rundetid. Ja, dette vi ikke vant til å se av Johan Koss. Han var skuffet etter EM på Hamar. 10.000 meteren da var litt oppløftende. Han vant den så vidt foran Kjell Storeli. Så starter han altså her i Davos, sto over 1500 meter. Og han vil også være skuffet etter det han presterer her nå. Har altså ikke funnet tilbake til teknikken og følelsen. Det stemmer ikke helt. 6.31.6. 35.4 i rundetid, og da bare konsentrerer Johan seg for å frakte seg selv til mål, har jeg inntrykk av. 4,3 etter Kjell Storeli, som altså sluttet på 7.01.76. Og vi kan se det på Johan Koss nå, at dette ikke en Johan Koss i toppslag. Her gikk det sent i den siste svingen. Det blir en plassering litt uvant for Johan Koss dette. 7.07.72 inn på femteplass. Og over 36 på siste runden. Og Sanarov, 7.16.58. Ja, han da jo nærmest opp på slutten der, Johan, men det klart at det noe som ikke stemmer her, for med den løpsutviklingen han hadde også, så det ikke noe som tyder på at han har fått noe mer til å stemme i det siste. Dette var langt fra det vi så av Johan Koss i Vikingskipet i desember. Det varierer kolossalt, kan sette verdensrekord, men også svikte sånn som han gjør i dette løpet. Det ble en for tøff påkjenning for Johan. Men vi får håpe at et par uker til i Davos kan gi han overskuddet tilbake, og at han kan komme sterkt tilbake på Lillehammer. I det femte paret Falco Sandstra klar, og vi skal ha nok en nordmann ut, Atle Vårvik. Atle Vårvik, han ligger på en 9. plass i sammendraget i verdenscupen 5000 meter, hvor Falco Sandstra nummer 3. Sandstra tar kommandoen fra start, 19.4. Ja, det sterk åpning av Sandstra, også av Vårvik, som ikke noe rask mann i starten. Han åpner på 19.7, det bra, Atle. Ja, med 19.4 så forteller vel Falco Sandstra at han gjerne vil gjøre noe med sin landsmann Rinti Ritsma. Åpner altså to tideler raskere. Sandstra har jo stort sett måttet stille i køen bak Rinti Ritsma på 5000 meter denne sesongen. 51.5 og 32 blank. Det en sterk åpning av Sandstra. Ja, det et tiddel foran Ritsma også. Så justerer han farten i forhold til Atle Vårvik. La seg vel i le bak han. Ja, var kanskje ikke så smart han det, for Atle hadde jo vesentlig dårligere fart. Det ser jo ikke ut som det går så veldig fort med Falco Sandstra når vi ser han glir på Davos-isen. Men vi blir lurt. Det stor fart. 1.24.4. Ja, 32.8. Det går fortsatt fort dette her. Og
Vi lurte jo på det også I fjor og året før, at han gikk så voldsomt fort, for det ser jo ikke så fort ut da han går. Halvsekunde bak Ritsma. Vi har altså måttet bite gresset for Rinti Ritsma, alle som har forsøkt seg. Det gjorde virkelig bare et feltkamp, men han fikk en smell så det virkelig satt. 1.57.3. 32.9. Han ligger der under 33, men han må hele tiden opp I forhold til Ritsma da. Ja, det sekundet bak Ritsma nå, som altså kjørte rundetider hele veien under 33 blank. Og Atle Vårvik vel I ferd med å bli kjørt av Lasse av Falko Sandstra nå. Begynner å bli en halv sving mellom de. 2.30 blank. 32.7. Taper forhold til Rinti Ritsma, ja. 1.3 sekunder bak nå. Men han har jo mye å gå på. Det 11 sekunder mellom Rinti Ritsma på førsteplass og Kjell Storeli som har andreplassen til nå med 7.01.76. Ja, ikke en bra sving der Falko Sandstra også nå. Han myk og fin I bevegelsene og det flyter godt for nå. 3.02.9 og 32.9. 1.5 sekunder bak Ritsma. Han går meget bra. Men han taper liksom hele tiden litt til Ritsma da. Atle Vårvik går jo rundetider så vidt I underkant av 34 bak der, så det tyder jo på at han har I stand til kanskje også komme seg under 7-10 han også. Ritsma hadde 3.33.8 og Falko Sandstra 3.35.6. 32.7, han kjører jo jevne, fine rundetider her. 1.8 sekunder etter Rinti Ritsma. Men dette her forteller vel Geir at Falko Sandstra kjører vel, hvis det ikke skulle skje noe på de siste rundene nå, for det har vært kritisk for mange på de, ja, fra fem runder igjen. Og denne fasen de inne I her, hvor det igjen fem runder, så det alltid tungt oppe I høyden å stå inn på en 5000 meter. 4.08.2 på 3000 meter. Og 32.6, det viser jo Sandstra her at han mestrer glimrende. Han går ned rundetida si stadig vekk. Ja, og tok I den litt på Ritsma, 1.5 sekund etter. Han går bra, Sandstra her nå. Går en bra innersving også. Sandstra vant altså 1500 meter her på fredag. Og går en bra 5000 meter nå. Han har ikke vært I toppslag den sesongen, men kanskje han blitt litt mer rutinert, bruker litt lengre tid. Vi skal ikke avskrive Falko Sandstra med tanke på OL. 4.40.8. Og 32.5 går ned stadig vekk I rundetid. Dette her bra av Falko. Mens da kjørte Ritsma en sterk runde der også på 32.4, så han 1.6 etter Ritsma. Han bommet litt på inngangen til den ytre. Men vi skal se litt på forholdet til Kjell Storeli etter hvert. 5.13.7 og 32.80 runde 10. Ja, holder seg altså under 33. 2.1 etter Ritsma nå. Jeg tror nok dette en veldig fin vitamininsprøytning for Falko Sandstra, som nærmest kollapsa på Hamar I forrige uke. Så dette med på å øke hans selvtillit på de lengre distansene. Han har hatt favorittstempelet også foran denne sesongen, men det har I aller høyeste grad Rinti Ritsma tatt over. 4.46.8. Nå måtte over 33 der, 33.1. Så det begynner også å koste for han her på slutten, som det har gjort for veldig mange her I dag. Det gjør det. 2.6 sekunder etter Ritsma, men han ligger hele 5.8 foran Kjell Storeli. Og Atle Vårvik mister terreng I forhold til Sandstra. Men det behøver kanskje ikke bli så mye dårligere enn Steinar Johansen og Johan Kaas. 6.20.4.
33,6. Det går litt oppover nå. Det tunge de siste rundene på 5000 her. Ja, tappte 7/10 til Ritzmann og 3,2 sekunder bak. Det har også for Falco Sandstra røynet litt på mot slutten, men han har klart å stå denne 5000 meteren i Davos bedre enn nordmennene, men ikke så godt som Rintje Ritsma gjorde. Han går inn til en annen plass, Falco Sandstra, 6.54.16. Og Atle Borvik, han blir den dårligste nordmannen i dag, 7.09.54. Goed. Dat gaat over Falco, hij is niet gevallen. Misschien komt dat nog vanavond. Ritsma, eerste, 6.50.31. Zandstra, tweede, 6.54.16. Jaromir Raatke, derde met 7.04.79. Dietrich, vierde, 7.06.38. En Johan Olaf Kos, 7.07.72, vijfde. Dat schön van respectievelijk Duitsland en van Zweden. En in die tussentijd kunnen wij dan wel ongeveer aan de slag gaan om het klassement op deze 5 kilometer voor wat betreft de eerste 8 te gaan opmaken. Want deze twee zullen toch niet dusdanige tijden op de klokken zetten dat ze zich daar tussen mengen. We hebben met de middengroep te maken. En als we dat dan doen, dat klassement dan een beetje bij elkaar vegen, dan komen we tot ontdekking dat Rintje Ritsma een buitengewoon goede prestatie heeft geleverd door tot dusverre. Maar er komen nog een heleboel paren, alleen die zullen dat ook niet kunnen. Beneden de 7 minuten te schaatsen. En hoe? Maar liefst 10 seconden. En ja, dat mag dan toch wel een groot gat heten in de richting van de concurrentie. Ik zei er wel als enige, maar Falco Zandstra uiteraard heeft ook beneden de 7 minuten geschaat. Die heeft dan weer op zijn beurt 4 seconden moeten toegeven op Rintje Ritsma. Waarbij Ritsma op eenzame hoogte is geplaatst en waarmee Zandstra is aangemerkt als de tweede Nederlander die er uitstekend in geslaagd is om vormbehoud te tonen jegens dat wat er in de afgelopen weken allemaal gebeurd is met hem. Twee man dus onder de 7 minuten. Ritsma als eerste 6.50.31 en Zandstra met 6.54.16 als tweede. En dan een poos niks, want eerst met 7 minuten 1 seconde en 76 honderdste vinden we Kjell Storelid, de Noor. U mag ook Kjell Storelid zeggen. Op de derde plaats. En op zijn beurt heeft Storelid dan toch ook wel weer zo'n 3 seconden harder gereden dan Jaromir Raatke. Pol, die een beetje tegengevallen is deze 5 kilometer en die net als Johan Olof Kos waarschijnlijk de inspanningen van het weekend Hamar minder goed heeft weten te verteren. En over Kos gesproken, die heeft, als ik het zo bekijk, nog niet eens een vierde plaats. Want ook Frank Dietrich is hem nog voorgebleven. En ja, dan moeten we toch nog een stukje zakken. Zevende zou dan Steinar Johansen zijn. Achtste Atle Warvik, de Noor. En dan pas op de negende plaats met 7.69. Een beetje roemloos toch. Helaas Bart Veldkamp, de gouden medaillewinnaar van Albertville op de 10 kilometer. En ja, zegt u dan natuurlijk, dan is zijn 10 kilometer toch zijn beste afstand. Dan hoeven we toch hier zo zonder niet onder te zijn. Maar een beetje richtlijn over een groeiende vorm had Veldkamp hier op die 5 kilometer toch wel kunnen verstrekken. En ik vertel u dat allemaal terwijl u Alexander Baumgartel en Jonas Schön tegen elkaar ziet strijden op deze 5 kilometer. Hier in Davos die de laatste is die wij u vandaag zullen tonen.
zoals gezegd, wat hierna komt, is niet meer in staat om dat klassement dat ik daar juist provisorisch heb opgemaakt, om dat nog in de war te schoppen. Kijken we dan naar de wereldbekerwedstrijden, waar voordat deze 5 kilometer begon, Johan Olof Kos op de 5 kilometer aan de leiding ging met een paar topprestaties. Te weten een derde plaats in Berlijn en een eerste en twee eerste plaatsen in Hamar. Dan zien we dat Rintje Ritsma met de winst in Berlijn op de 5 kilometer daar. En met derde plaatsen in Hamar en nu een flonkerende eerste plaats op deze 5 kilometer de leiding in dat klassement overneemt. Dus Ritsma wordt eerste en Johan Olof Kos tweede in het wereldbekerklassement tot nu toe. Er zijn 6 wereldbekerwedstrijden. Resultaten van 4 mag je tellen, dus je 4 beste resultaten. En dan komt daar dan nog eens de finale wedstrijd bij. Zo wordt dat wereldbekerklassement opgemaakt. Inmiddels maken de Duitse en de Zweedse coach zich druk over wat er op het ijs gebeurt. Want laten we niet vergeten dat ook deze rijders, zo'n Baumgartel en zo'n Schön, bezig zijn zich voor te bereiden op de Olympische Winterspelen. Dat ze op weg zijn naar Hamar. Zij dan via de nogal wat omwegen, zoals die camera daar ook een omweg maakte. Zoals de wereldbekerwedstrijden in Innsbruck volgende week, die overigens een matig deelnemersveld zullen kennen, want ook dan zullen de Amerikanen en de Japanners en de Canadezen er niet zijn. En dat geldt natuurlijk vooral op de sprintafstanden als een gevoelig verlies. En dan is het wel zo ongeveer zover. Dan zijn er nog wereldkampioenschappen sprint in Calgary. Het is ook daarom dat de Amerikanen en de Japanners gemeend hebben niet hier naartoe te moeten afreizen. En daarna is er nog 14 dagen voordat Olympia voor de deur staat. Tussen zijn we getuige van een bijzonder aardig duel. En jammer dat we nou net die wissel weer niet in beeld brengen. Want daar zouden die twee wel eens moeilijkheden hebben kunnen hebben. Een aardig duel tussen Baumgartel en Schön. Waarbij de regisseur het zicht volledig is verloren. En de rijders nu weer oppakt. Terwijl ze naar de bel voor de laatste ronde gaan. En Jonas Schön inmiddels met Baumgartel heeft afgerekend. We zijn weliswaar met rondjes van 35 en 36 seconden bezig. Maar als dat het geval is, dan kan soms een duel tussen twee rijders de mensen toch nog tot nodig enthousiasme brengen. 3 dagen schaatsen dus in Davos onder omstandigheden die tegenvallend waren. Vrijdag mochten we nog blij zijn dat er gereden kon worden omdat de dooi de baan ernstig had aangetast. Ging net op tijd vriezen, maar de echte Davoser olie-ijsbaan is achterwege gebleven. Winnaar is Jonas Schön tegen Alexander Baumgartel. En dat zijn dan de laatste beelden van hardrijdende of iets minder hardrijdende schaatsers die van dat 3 dagen Davos geworden. We zullen u nog even tonen hoe het eerste deel van het klassement van deze 5 kilometer eruit ziet. En we nemen afscheid tot een volgend schaatsevenement bij Eurosport. Jonas Schön is de laatste die u nog van mag te vermaken. En dan komt nu het resultaat eraan met een trotse Rintje Ritsma als eerste. Vervolgens Falco Zandstra, dan Stoerlit de Noor, Radke, De Pool, Dietrich de Duitse en Kos de Noor. De eerste 6 van de wereldbekerwedstrijden in Davos. Van waaruit wij thans hartelijk afscheid nemen.